Dames en heren, een hele goede avond. Van harte welkom bij deze livestream. Die gaat over het onderwerp om extra waterberging te realiseren in het gebied het Onlanden ten zuiden van de stad Groningen. Wat dat allemaal inhoudt, dat hoort u vanavond van ons. En wij zijn Waterschap Noorderzijlvest, initiatiefnemer van het plan om die extra waterberging in dat bijzondere gebied te realiseren. Ik heet van harte welkom aan tafel twee van mijn collega's. Marieke van Leeuwen, projectleider van de Onlanden, en Annette van Velde, dagelijks bestuurslid van Waterschap Noorderzijlvest, met nu dit onderwerp in portefeuille. We gaan straks uitgebreid doorpraten over wat die extra waterberging nou precies inhoudt en wat we daar allemaal voor moeten doen. Maar het gaat ook over de start van de procedures die rondom dit plan nu zijn begonnen. Samen met de provincie Drenthe, een aantal andere betrokken overheden en natuurlijk de eigenaren in het gebied, de terreinbeherende organisaties. We gaan straks dieper in op de maatregelen en we zullen ook de komende weken een aantal informatiebijeenkomsten organiseren. Daar komen we later ook op terug. Dan gaan we nog dieper in op de maatregelen. Kunt u met ons van gedachten wisselen over hoe dat gebied in elkaar zit en wat daar mogelijk is om deze waterberging zo optimaal mogelijk te gaan realiseren. U kunt natuurlijk uw vragen bij ons indienen en dat kan via WhatsApp. Belt u ons niet op het nummer wat u ziet, maar stel uw vragen via WhatsApp. En we behandelen deze vragen zoveel mogelijk tijdens deze livestream. En het nummer ziet u in beeld, 06-200-14182. Ik herhaal, 06-200-14182. Zoals gezegd, we zullen zoveel mogelijk van deze vragen beantwoorden tijdens deze uitzending. Als dat niet lukt, dan komen we daar natuurlijk later via onze eigen kanalen, zoals onze website, op terug. Nou, de extra waterberging in de Onlanden. Ik begin even met jou, Annette. Wij kennen elkaar natuurlijk vanuit ons dagelijks werk, dus wij tutoyeren elkaar. Annette, Onlanden ligt naast Groningen, grenst aan Eelde, Paterswolde, Pijzen, het Leekstermeer. Dat maakt er ook onderdeel van uit. Wat is het eigenlijk voor een gebied? Wat kun je daarvan zeggen? Wat voor karakteristieken heeft het? Het is natuurlijk gewoon een prachtig gebied. Ik denk dat heel veel Groningers daar wel eens komen en zien hoe mooi het daar is. En tegelijkertijd is het ook een gebied waar eigenlijk op een hele natuurlijke manier het water, als het hard regent, van het Drentplateau afstroomt. Dat is het gebied waar het water op een natuurlijke manier naartoe loopt. En toen we de wateroverlast hebben gehad in 1998, bleek dat we echt stappen moesten zetten voor waterberging. En toen zijn de Onlanden aangelegd. Daar wordt het water in gebergd. En nu is het dus een prachtige natuurgebied met waterberging. Ja, je noemt het eigenlijk al, hè? Ja. Natuurgebied en waterberging. Het heeft dus eigenlijk een unieke dubbele functie. Ja. Ja. Wat is de rol van het waterschap nu eigenlijk in dit gebied? Wat doen wij daar? Wij hebben daar dus extra waterberging aangelegd, zoals ik net zei, na 1998. De taak van het waterschap is om te zorgen dat we goed reageren op de klimaatveranderingen, zodat we de voeten droog kunnen houden. En daarvoor hebben we een studie gedaan, de droge voetenstudie 2050 heet dat. Nou, en daaruit is een pakket maatregelen gekomen. En die zijn hier ook op het kaartje te zien. En die bestaan uit een aantal onderdelen, als ik er een paar noem. We verhogen de kades. De aansturing van de gemalen wordt geoptimaliseerd. Schaphasselzuil wordt aangepast. En realiseren extra waterberging in de Onlanden. Dat is dus onderdeel van dat totale maatregelenpakket. Ja, inderdaad, op het kaartje wat we zagen, zien we ook de Onlanden midden in het gebied liggen. Mensen die de kaart voor hun neus hebben op hun scherm, zien daar een nummertje 4 staan. Dat is het kaartje wat het gebied van de Onlanden is. En de andere oranje gebieden zijn de andere waterbergingsgebieden die we deels al hebben gerealiseerd of nog gaan realiseren, zoals het dwarsdiepgebied en de drie polders en de polder de Dijkenbakkerom met de nummers 2 en 3 uit mijn hoofd, die ziet u ook op de kaart. En u ziet ook de grootte van het gebied van de Onlanden midden op de kaart onder de stad Groningen, in de kop van Drenthe. De Onlanden is dus al een waterbergingsgebied, Annette. Maar waarom wil het waterschap nu eigenlijk ruimte maken voor die extra waterberging? Nou, eigenlijk doet het waterschap wat ze al eeuwen doet, zorgen voor de veiligheid van onze inwoners. En dat betekent dus dat wij willen we dat naar de toekomst ook kunnen doen, dat we goed moeten kijken wat
klimaatvoorspellingen zijn. En daaruit blijkt dus dat we moeten anticiperen op deze klimaatveranderingen, waaronder die heftige regenval. En in 2019 zijn we hier al mee bezig geweest. Zijn we hier al mee begonnen, hebben we dit al bekendgemaakt dat het nodig is. En ja, we doen gewoon wat we al eeuwen doen. En dat is zorgen voor droge voeten. Ja, sinds 2019 al mee bezig. We zijn een paar jaar verder. We hebben ook inmiddels weer een aantal situaties gehad waarbij er heel veel neerslag is gevallen. Zeker. En de laatste keer dat dat gebeurde is nog niet zo heel erg lang geleden. Dat gebeurde in februari van dit jaar. Er viel heel veel regen tijdens 3 op 1 volgende stormen. En we laten even in een kort filmpje zien hoe de onlanden er dan bij liggen. Want het water gaat ook automatisch, zoals we net al met uitlegden, van hoog naar laag vanuit de kop van de Drenthe richting de onlanden om daar vervolgens een plekje te krijgen. En we leggen ook uit in het filmpje waarom deze maatregelen voor de toekomst nodig zijn. Waterschap Noorderzijlvest wil meer ruimte maken voor waterberging in de onlanden. Sinds 2012 vangen we hier al water op als dat nodig is. Eind februari 2022 heeft het flink gestormd en viel er heel veel neerslag. Al dat water stroomt dan vanuit de kop van Drenthe naar de onlanden, omdat het gebied lager ligt. De laatste keer dat de onlanden zo vol water stond is 10 jaar geleden. In de toekomst krijgen we steeds vaker te maken met extreme neerslag. Om wateroverlast voor inwoners te voorkomen, hebben we meer ruimte nodig om dat water te bergen. Dit willen we doen binnen de huidige grenzen van de onlanden. Op dit moment kunnen we 7,5 miljoen kuub water bergen. Vanaf 2025 moet er nog 5,2 miljoen kuub bij kunnen. Dit kan door nieuwe stuwen te plaatsen en deze omhoog te zetten als het water hoog staat. We zetten de extra waterberging alleen in als het echt nodig is. En delen waar de natuur kwetsbaar is, zetten we als allerlaatste in. Het water blijft meestal een dag of 10 in het gebied staan. Daarna voeren we het geleidelijk af naar zee, via kanalen, rivieren en het Lauwersmeer. Op basis van de huidige klimaatvoorspellingen verwachten we dat de extra waterberging eens in de 25 jaar gebruikt wordt. Maar ook als het eerder nodig is, kunnen we in de onlanden veel water opvangen. Zo zorgt het waterschap dat we veilig kunnen leven met water. Ja, heel veel water in de onlanden op sommige momenten in de afgelopen tijd en zeker ook recent. Annette, er zijn al wat cijfers voorbij gekomen in dit filmpje, maar nog even voor alle helderheid. Hoeveel water kunnen we eigenlijk kwijt in de onlanden? Nu kunnen we 7,5 miljoen kuub kwijt en we willen graag voor 5,2 miljoen kuub extra bergingsruimte realiseren in de onlanden. En dat doen we omdat de urgentie heel veel groter wordt. De urgentie wordt groter en we houden steeds de vinger aan de pols. Wat hebben wij nodig om de klimaatverandering het hoofd te bieden? En het blijkt dus uit al die onderzoeken dat wij die 5,2 miljoen kuub extra ruimte in de onlanden nodig hebben. Maar in de toekomst zullen we ook daarbij steeds de vinger aan de pols moeten houden en onze ogen en oren open houden voor allerlei manieren om te kijken hoe we het water beter kunnen vasthouden en bergen in de toekomst. Dus als ik je vraag van zijn we na deze optimalisatieslag in de onlanden klaar om helemaal klimaatklaar te blijven en die droge voeten te kunnen houden, dan hoor ik je zeggen dat het antwoord nee is. Nee, we zullen daar steeds stappen in moeten blijven zetten naar de toekomst toe. Ja, dankjewel. Je zei net dat er in 2019 al plannen waren voor die extra waterberging in de onlanden. Wat is er eigenlijk sindsdien gebeurd? Wij zijn initiatiefnemer om die extra waterberging te realiseren in de onlanden. De onlanden liggen in twee gemeentes. We hebben te maken met twee provincies, Groningen en Drenthe. De gemeentes zijn Tien Haarlo en Noorderveld. En het is een prachtig natuurgebied waar we ook zeker rekening mee moeten houden. Waar we ook graag goed voor willen zorgen. En ook de terreinbeheerende organisaties
hebben meegedaan met de gesprekken om te kijken van hoe kunnen we dit nou het beste doen. En we hebben dus met elkaar afgesproken dat we zoveel mogelijk rekening houden met de natuur. En we hebben daar allerlei dingen over onderzocht. Bijvoorbeeld ook of we buiten de onlanden nog extra bergingsruimte konden realiseren. En bleek dat dat op korte termijn niet gerealiseerd kan worden. En als je dan ziet waar we op korte termijn al voor staan met de klimaatveranderingen, hebben we gezegd van nou, dan gaan we toch in de onlanden extra bergingsruimte realiseren. Maar dan gaan we dat zo doen dat we de kwetsbare natuur zo lang mogelijk sparen. En daarvoor hebben we bedacht dat we dan een compartimentering maken in de onlanden, zodat als allerlaatste de gebieden met de meeste kwetsbare natuur pas onder water gaan. En dat zal dus ook minder vaak gebeuren dan die andere gebieden. Ja. En voor de langere termijn hebben we dan gezegd, we gaan een gebiedsproces in de Kop van Drenthe, waarbij we gaan kijken van hoe kunnen we nou beter water vasthouden en waar kunnen we nou nog kijken waar nog extra bergingsruimte is te realiseren. Maar dat is een ander spoor, maar dat is ook voor langere termijn. En dit is dan echt voor om nu, met de urgentie die we ook nu hebben met de klimaatveranderingen, om dit nu te realiseren in de onlanden. Ja, die dubbelfunctie is daar natuurlijk heel belangrijk in, hè? Natuur en waterberging. Zeker, ja. We zeggen niet voor niks, we zijn al een poos met elkaar aan het praten. Daar proef ik uit dat die tijd ook nodig is geweest om elkaar daarin te vinden, in wat nodig is en wat kan in dit gebied. Ja, zeker. Want je moet je voorstellen dat je als verschillende partijen wat in dit gebied moet doen. Soms dan komt dat niet overeen. Dan heb je daar tegenstrijdige belangen. En dan moet je gewoon met elkaar kijken hoe je dat het beste kan doen. En we willen gewoon ook met elkaar verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid van onze mensen. Maar ook voor de verantwoordelijkheid nemen om onze kwetsbare natuur zo goed mogelijk te beschermen. Nou, daar hebben we gewoon de tijd voor genomen. En hebben we verschillende manieren en kansen onderzocht. En hebben we dus de oplossing gevonden voor de kortere termijn en voor een langere termijn. Oké. Ik zie wat vragen binnenkomen van de kijkers. En een van die vragen is, waarom worden de onlanden Noord en Zuid van het Leekstermeer niet meegenomen in de kaart en de plannen? En ik kijk even naar jou, Marieke, of jij die vraag zou kunnen beantwoorden. Ja, we hebben ons beperkt tot dit plangebied. Ja, omdat hier eigenlijk die opgave die nodig is, die 5,2 miljoen kub, die kan binnen dit deel van het plangebied gerealiseerd worden. Oké. En ik zie dat de kijkers nog wat meer gevoel moeten krijgen bij de noodzaak van deze plannen. Dus we hebben het over een studie, droge voeten, 2050. Ja. We hebben aangegeven dat daar een aantal maatregelen uitkomen. Maar het is kennelijk voor sommige kijkers nog niet helemaal duidelijk waarom we dit op deze manier moeten doen. Daar komen we later in het programma nog wel op terug, maar misschien dat we daar alvast even aandacht aan kunnen besteden. Mag ik dat aan jou vragen, Marieke? Ja, en even voor mij de noodzaak, waarom moeten we? Waarom we deze optimalisatie op deze manier moeten uitvoeren. De noodzaak van deze optimalisatie. Ja, het is aan bod geweest in het verhaal van daarnet. Het is aan bod gekomen in het filmpje. Wat we doen is ons voorbereiden op die klimaatveranderingen. We weten aan de hand van de voorspellingen van KNMI dat we te maken krijgen met extremere weersituaties. Nou, daar zijn onderzoeken naar gedaan hoe je daar zo goed mogelijk op kan voorbereiden. En daar is het maatregelenpakket uiteindelijk uit naar voren gekomen wat Annette benoemd heeft. En een van die maatregelen is de onlanden. Het is misschien ook wel belangrijk om te benadrukken dat we niet alleen de onlanden doen, maar dat we veel meer doen. Hè? Dus dat we ook de kaders verhogen en dat we investeren op onze gemalen. En het is ook belangrijk om te zeggen dat ik zei, we houden de vinger aan de pols. Maar ook in de toekomst zullen wij steeds verder kijken naar hoe we zo adaptief mogelijk kunnen zijn op het klimaat. Dus het is een onderdeel van de vele dingen die we moeten doen. Dus het is niet zo dat we alleen zeggen, hier gaan we het doen en dit is de enige plek waar het moet doen en hier moet alles gebeuren. We verdelen het over een pakket van maatregelen. Ja, en dat was ook wat je zei, hè? Van als we dit gedaan hebben, zijn we ook niet klaar en we doen ook nog een hele hoop andere dingen. Ja, precies. We focussen ons vanavond op die optimalisatie van de waterberging in de onlanden. Marieke, jij bent de projectleider binnen Waterschap Noord-en-Zuilvest om dit traject te begeleiden. Je hebt er al even iets over gezegd, maar even puntsgewijs. Kun je ons vertellen wat het plan inhoudt? Ja, het doel van het plan is wateroverlast voorkomen.
Nou, in het filmpje zagen we heel mooi dat je in dit gebied heel veel water kan opvangen. Het doel is die overlast voorkomen. Wanneer ontstaat er nou overlast? Ja, in heel extreme situaties. We verwachten toch dat we daar in de toekomst meer mee te maken krijgen. Extreme weersomstandigheden, dat kan zijn in een korte tijd heel veel regenval. Of in een wat langere tijd, zeg maar een langere periode van constant regen, aanhoudende regen. Als je dat water niet direct kan afvoeren naar zee, dan wil je het kunnen bergen, dan wil je het kunnen vasthouden. En dat doen we niet voor een hele lange periode. Het gaat echt om korte periodes, tijdelijk vasthouden. En de Onlanden is daar een heel geschikt gebied voor. De Onlanden is dus nu al de plek waar dat kan. Maar daar willen we nog extra water kunnen vasthouden. En in 2025 willen we dat gereed hebben. En waarom in 2025? Nou, in de tijd dat er onderzoek gedaan werd na die maatregelen, naar wat is een goed pakket aan maatregelen, is 2025 telkens het jaar geweest wat we als zichtjaar hadden. Het jaar waar we ons op gefocust hebben. Ja, om dan gereed te zijn, om dan klaar te zijn met de maatregelen en klaar te zijn voor zo'n situatie waarvan we zeggen dat die zich mogelijk 1 keer in de 100 jaar voordoet. Maar 2025 is het jaar waar we ons op gericht hebben. Ja, en die 1 keer in de 25 jaar inzet nodig waarschijnlijk, is gebaseerd op scenario's, klimaatscenario's die we nu kennen. Ja. Ik heb het gevoel dat het vaker aan de hand is. Is die 25 jaar wel reëel? Ja, op basis van wat we nu weten, de kennis die we nu hebben, de voorspellingen die er nu liggen, daar gaan we momenteel vanuit. En dat is van daaruit houden we nu rekening met dat die extreme situatie, waarin er dus nog meer water verwacht kan worden dan wat er op dit moment al in de Onlanden vastgehouden kan worden, dat scenario zich 1 keer in de 25 jaar gemiddeld genomen voordoet. Okay. De Onlanden is ook een natuurgebied, dat hebben we al een paar keer aangegeven. Ja. Wat maakt dat natuurgebied nu zo bijzonder en ook kwetsbaar? Ja, achter jou zie je de foto's inderdaad van het natuurgebied. Ook achter jou hoor. Ja, zeker. En, dat is een belangrijk punt natuurlijk in alles wat we gaan doen. Omdat het een natuurgebied is, wat wij belangrijk vinden is dat we weten, dat we duidelijk maken wat het effect is van die extra hoeveelheid water op de natuur die daarvoor komt. Want wat we willen voorkomen is dat we schade aan die natuur krijgen. Annette noemde het net al. Uit onderzoeken die gedaan zijn, hebben we een goed beeld van planten, diersoorten die daar nu al voorkomen. We weten ook dat er een aantal soorten voorkomen die wel gevoelig zijn voor hoogwater. Dus die kunnen daar eigenlijk niet zo goed tegen. Nou, daar gaan we verder onderzoek naar doen. Komend jaar naar die soorten, naar specifieke locaties in het gebied, waarvan we weten dat daar ook de soorten voorkomen. Om heel duidelijk in beeld te krijgen wat het effect is van dat hoogwater op die locaties, om uiteindelijk daar dan de juiste maatregelen bij te bepalen. Ja, en als je nou kijkt naar hoe we dan dat water daar willen reguleren als het nodig is. Annette vertelde al even iets over die compartimentering. Het is niet zo dat eigenlijk het water wat er te veel is automatisch instroomt. Hè? En dan gaan we het meer reguleren, begrijp ik. En die compartimentering zorgt ervoor, als ik het goed begrijp, dat die kwetsbare natuur als allerlaatste aan de beurt is om onder water te gaan raken. Klopt, ja. We gaan het nog exact onderzoeken. Hè? Daarvoor gaan we in een MER-studie de effecten op de natuur verder onderzoeken. Maar de bedoeling, ons idee, is dat we door een deel van het gebied, waarvan we weten dat daar die kwetsbare soorten voorkomen, dat je dat deel als allerlaatste pas hoeft in te zetten voor de extra waterberging. Ja, dat cijfer nog even, die extra 5,2 miljoen kuub. Kan dat er zomaar bij? Nee, niet zomaar. Daar moeten we dus wel wat voor doen. Daar moet zeker wat voor gebeuren, dat klopt, ja. Ja, op dit moment kan het gebied vollopen met water. Tot een bepaald maximum, een maximumpeil. Waar we naartoe willen, is dat we daar in die extreme situaties, dat we echt tijdelijk water moeten opvangen, dat je in die situaties gestuurd kan gaan bergen.
En dat betekent dat je eigenlijk binnen de grenzen van het huidige gebied wil je extra water kunnen opvangen. Nou, wat moeten we daarvoor doen? Je moet sowieso zorgen dat je in de watergangen een aantal stuwen dan aanpast. Dat je een schuif kan optrekken dat er meer water vastgehouden kan worden. En op een aantal plekken zullen de kaders aangepast moeten worden, zullen iets opgehoogd moeten worden. Nou, dat zijn maatregelen waarvan we sowieso weten dat we daarmee te maken krijgen. Maar nogmaals, in de onderzoeken die we gaan doen, gaan we precies vaststellen welke maatregelen nodig zijn. Ja, en wat betekent dit nou eigenlijk voor recreanten en omwonenden? Nou ja, die zullen dus in de toekomst eens in de zoveel jaar ook te maken krijgen met dat hoogwater. We verwachten dat het vooral in de winterperiode zal voorkomen. Het is een extreme situatie, hè, dus dat je veel water in het gebied krijgt. Nou, dat betekent voor recreanten dat het gebied dan tijdelijk minder toegankelijk is. Voor omwonenden verwachten we toch dat de overlast zo min mogelijk zal zijn. Hè, als je het hebt over dat het gebied toegankelijk blijft qua doorgang. Je bijvoorbeeld geen wegen hoeft af te sluiten, daar gaat het dan vooral over. Ja, ja, precies. Die kans is niet zo groot, zeg je. Nee, die kans is niet groot. De kans is aanwezig. Die zal zich in die extreme situatie, uiteindelijk zal het zich mogelijk wel voordoen. Maar ook dan weer zal het een tijdelijke situatie zijn. Ja. En bovendien is het ook zo dat de wegen relatief hoog liggen. Hè? Dus dat maakt ook dat de kans wel aanwezig is, maar niet zo heel erg groot zal zijn. Okay. Er komen wat vragen van kijkers binnen, die gaan we eerst even bij langs. Een vraag voor ons deskundige panel op de achtergrond. Dat is ook fijn. We hebben een aantal collega's bij ons die thuis met ons meekijken en ook vragen kunnen beantwoorden. En een van die vragen is de begrenzing van het zoekgebied al vastgesteld? Wordt de kader van het Peizerdiep ook verlegd? En die vraag stel ik graag aan onze collega Gerard Zeemans. Gerard, ben je er? Ja. Ja, ik ben er, Henry. Even heel concreet op de situatie van de Bommelier in te gaan. Er zijn vanuit de provincie Drenthe Prolander ook plannen om aan de andere kant van het Peizerdiep, dus niet aan de zijde van Onlander, maar aan de andere kant van het Peizerdiep, ook te kijken naar natuurontwikkelingen en waterberging. En die plannen moeten nog gedeeld worden met de omgeving. En daar zal uiteraard nader over gesproken worden, maar daar liggen nog geen vastgestelde plannen voor. Nee, helder. Dankjewel. Dus dat is ook alweer een van die voorbeelden waar we ook naar kijken, naast dat we deze berging en optimalisatie mogelijk maken. Ik kijk nog heel even naar een andere vraag, alleen mijn scherm doet even niet mee. Ja. Hoe kunnen we zien wat de gevolgen zijn voor de grondwaterstanden in Peizen sinds de maatregelen in 2012, is een vraag die wordt gesteld. En die vraag speel ik heel graag door aan collega Arne Roelevink. Arne. Goedenavond, Henry. Goedenavond. De vraag over grondwaterstanden. Dat is een goede vraag. Bij de aanleg van de Onlander destijds, hè, naar aanleiding van 98... is er eigenlijk al aangegeven van het is belangrijk om aandacht te hebben voor de uitstraling op grondwater, als een soort randvoorwaarde. En zodoende dat er destijds ook een meetnet is opgesteld. En dat meetnet hebben wij een aantal jaren terug hebben wij geanalyseerd om te kijken of er daadwerkelijk een effect is van de inrichting van de huidige waterberging op de grondwaterstanden in en buiten de Onlanden. En daar is een rapportage van gemaakt en uiteindelijk is de uitkomst daarvan dat er niet of nauwelijks een effect is op de grondwaterstanden buiten de Onlanden. Dus we hebben wel degelijk aandacht voor de grondwaterstanden. Wij meten ook. En er is ook wat dat betreft een rapportage beschikbaar. Oké. Dus als mensen die willen zien, dan kunnen ze die bij ons opvragen. Dankjewel, Arne. Een van de kijkersreacties is ook dat in november het water al heel hoog staat. Kan ook niet heel veel water bij, is de reactie. Is het dan niet logischer de gemiddelde waterstand te verlagen voor een nattere periode, zodat we dan ook extreem veel water op die manier kunnen opvangen? Gerard, mag ik die vraag ook aan jou doorspelen? Nou, we hebben vanuit het waterschap in het verleden een peilbesluit voor het gebied genomen. En we hebben daar natuurlijk ook uitvoerig met de treinbeheerders over gediscussieerd. En de inzet tot op heden is dat we de waterstanden hanteren zoals ze nu zijn. Omdat ook een
dat ook een ander effect heeft, namelijk dynamiek in het gebied. En dynamiek past heel goed bij de natuurfunctie. Dus wij sturen nu niet op waterstanden. Oké. Toch nog even dieper ingaand op het Drents Plateau, Gerard. Zijn er geen mogelijkheden om op het Drents Plateau water op te slaan of vast te houden wanneer dat nodig is? We hebben al even hier aan tafel gehad, het gehad over de gebiedsgerichte aanpak in de Kop van Drenthe. Maar deze vraag wordt ook nog even specifiek gevraagd. Wat kun jij daarover zeggen vanuit jouw deskundigheid en ervaring in het gebied? Nou, we hebben natuurlijk al vanuit bijvoorbeeld de herinrichting Rode Norg al heel veel aan hermeandering gedaan in onze bovenlopen. Die zijn voor een heel groot deel gehermeanderd. Dat betekent dat we daar ook proberen zoveel als mogelijk water vast te houden. En daarnaast is het natuurlijk ook gekeken naar andere bergingsgebieden. Dat heeft Annette van Velden net ook al even genoemd. Er is ook onderzoek gedaan naar mogelijk potentiële gebieden buiten de onlanden. En dat is uitvoerig onderzocht. Maar het resultaat van het onderzoek was eigenlijk dat we daar op korte termijn geen extra berging kunnen realiseren. Dus dat zal een langere termijn worden. En misschien ook in combinatie met een gebiedsproces. En dat zullen we met de streek en samen met de terreinbeherende organisaties moeten onderzoeken of daar nog extra mogelijkheden liggen. Ja. Ik zie dat Annette daar ook nog even op wil aanvullen. Hè? Annette, ga je gang. Ja, want het was specifiek de vraag. Hè, ook op de hoge zandgronden het water beter kunnen vasthouden. En het staat ook in het waterbeheer, ons waterbeheerplan dat we daar zeker in de toekomst aandacht aan willen schenken. Want het is dat water vasthouden, ook op die hoge zandgronden, dat is belangrijk. En daar gaan we ook zeker mee aan de slag. Dus ja. Het is eigenlijk en steeds. Ja. Hè? Ja. Ja, en dan is het denk ik ook goed om nog even het verschil uit te leggen tussen waterbergen, wat we in de onlanden willen doen, zodat het na verloop van tijd afgevoerd kan worden naar zee. En water vasthouden is ook voor een langere tijd vasthouden, ook in die beekdalen, omdat je daar natuurlijk op hoge zandgronden sneller te maken krijgt met de droogteproblematiek. Dus vasthouden gaat over een andere termijn. Dat is het verschil tussen die begrippen. Een van de oplettende kijkers heeft je horen zeggen aan net dat we de ogen en oren open moeten houden om water vast te houden, wat ik net ook al zei. Wat wordt daarmee bedoeld? Wat wilde je daarmee zeggen? Ja, nou, eigenlijk is het een kwestie van hoe is je bodem? Kan je bodem goed water absorberen? Is het misschien goed om op plekken wat sloten te dempen? Bijvoorbeeld op die hoge zandgronden, om te kijken dat het daar niet meteen door de sloten wegloopt, maar dat het er blijft. Of dat je daar stuwen hebt. Of je kan op allerlei manieren kijken van hoe kunnen, als er nou regen valt, hoe hou ik dat nou vast? En met name op het Drentse plateau, maar ook op gebieden waar je, bijvoorbeeld de kleigronden, ja, is dat gewoon heel interessant. Want op die manier kun je beter bufferen en ben je weerbaarder tegen de klimaatverandering. En de klimaatverandering is droogte en hevige regenval en oplopen van de temperatuur. Dus ja, het is gewoon belangrijk om dat op de een of andere manier overal in ons gebied beter te doen. En ook juist op die hoge zandgronden, zeker. Ja. We merken aan de vragen dat er ook veel vragen komen over de werking van het watersysteem. Naast de functie van het waterbergen in de onlanden, wat op enig moment bij hele extreme omstandigheden nodig kan zijn, willen we toch ook graag aandacht aan besteden. Dus we hebben nog een paar vragen die daarover gaan. Een van de kijkers zegt, de weersvoorspellingen worden toch steeds beter. Is het dan niet mogelijk om eerder water af te voeren naar de zee? Arne, watersysteemspecialist op waterveiligheid. Kun jij vast antwoord op geven? Het is zeker mogelijk om eerder water af te voeren. En dat is wel degelijk onderdeel van het totale pakket. Hè. Wij baseren het ook heel erg op voorspellingen. Maar uiteindelijk zul je ook deels water moeten vasthouden. Het is altijd een combinatie van en afvoeren en bergen. En we kijken ook steeds meer naar dit soort technieken. Dat je steeds meer richt op voorspelde water en daarop anticipeert. Oké, dankjewel. Dan nog even naar wat als het nodig is om water te bergen in de onlanden met die hele grote bak water die we daarin denken te moeten gaan bergen in de toekomst. Wat als dat nou in het broedseizoen gebeurt? Zegt een van de kijkers. Wat doen we dan? Als de vogels aan het broeden zijn, kunnen we dan ook de boel zomaar vol laten lopen? Ja, ik heb al een paar keer gezegd, we gaan dat goed onderzoeken. Dus de procedure is nu zo dat we een verkenning starten naar de oplossingsrichtingen. Er gaat een milieueffectrapportage opgesteld worden. Dus de milieueffecten gaan goed in beeld gebracht worden. We zullen
in die MER goed bekijken wat de effecten zullen zijn op die specifieke soorten, op die speciale locaties. En we moeten echt voorkomen dat we schade aan de natuur aanbrengen. Dat willen we zo goed mogelijk voorkomen. Nou, een van die mogelijke maatregelen om dat te voorkomen, dat is het verhaal met het compartimenteren. Ja, daar gaan we naar kijken. Ja. Is er ook nog gekeken bij daar waar we extra water willen bergen, binnen de huidige grenzen van de onlanden, of we dan ook nog weer naar een andere bufferzone van bebouwing moeten kijken? Of is dat hetzelfde gebleven, omdat we toch dezelfde grenzen in dit zoekgebied aanhouden? De begrenzing. Hè, dus het gebied kent een natuurlijke begrenzing. Er wordt ook in die MER wordt gekeken naar de effecten op de woon- en leefomgeving. Dus ook dat zal goed onderzocht worden. Maar het is wel duidelijk dat de effecten zeg maar buiten de begrenzing. We bekijken dat die effecten zo min mogelijk zijn. Ja. Er worden ook nog wel wat vragen gesteld over die milieueffectrapportage, die MER kortweg. Mm-hmm. Een van de kijkers zegt ook, en dat is terecht denk ik, bij aanvang van die milieueffectrapportage, de start daarvan, mag geen discussie bestaan over het zoekgebied. En ik vraag even aan collega Just Verhoeven of hij daarop wil reageren. Hoe gaan we daarmee om? Goedenavond. Het zoekgebied is eigenlijk voortgekomen uit het voortraject wat al doorlopen is. En dat plangebied staat ook in de toelichting die gepubliceerd is op de kaart aangegeven. Om daarmee ook echt duidelijk te maken dat het in dat gebied moet gaan gebeuren. Oké. En als de mensen meer willen weten over hoe dat zoekgebied exact in elkaar zit, dan is het aan te raden om vooral naar een van de informatiebijeenkomsten te komen in de komende weken. Want daar liggen de kaarten op tafel. Dat is nu wat moeilijk te duiden via het scherm om dat heel goed te doen. Maar dan is het gesprek met elkaar en de kaart op tafel heel belangrijk om daar duidelijkheid over te krijgen. Dat even ter aanvulling daarop. Nog even een vraag voor Gerard in het panel. Ook weer over het watersysteem. Waterpeil kan dus niet verlaagd worden. Welke garanties krijgen wij, zegt deze kijker, dat het peil niet verhoogd gaat worden in verband met de waterberging? Heeft deze kijker met deze vraag het goed begrepen? Ik denk het wel. Hè. Als we het hebben over de begrenzing binnen de onlanden zelf, hè, dan zal dat geen uitstralingseffecten hebben, maar het heeft wel degelijk, kan het effecten hebben bovenstrooms. Hè. Buiten de onlanden richting Roden kan dat Peizerdiep ook omhoog komen. Hè. Naar uiteindelijk dat peil van die 15+. Dat hebben we ook onderzocht. Daar hebben we ook op kaart proberen weer te geven waar zich dat dan bevindt. En daar zullen we ook nadrukkelijk naar moeten kijken. Hè. Dat is ook onderdeel van de MER-procedure. Om daar een helder en duidelijk antwoord op te geven wat het schap daarmee gaat doen. Oké, dankjewel. Ik ga even terug naar de tafel. Annette, de onlanden, het gebied, dat ligt in meerdere gemeenten. Noorderveld en Tinado noemde je in het begin al even. Hoe werkt zo'n plan en zo'n traject nu eigenlijk dan qua besluitvorming als we met meerdere overheden te maken hebben? Ja, nou, in dit geval hebben we dus gevraagd of provincie Drenthe het bevoegd gezag wil zijn en of zij die projectprocedure willen starten. Ja, en de provincie Drenthe wordt vertegenwoordigd door gedeputeerde, neem me niet kwalijk, ik heb een kikker in de keel, gedeputeerde Henk Brink. En hij legde even aan ons uit met een filmpje over hoe die procedure in elkaar zit. Waterschap Noorderzijlvest en de provincie Drenthe werken in dit gebied al vanaf 2000 voor de inrichting voor een waterbergings- en een natuurgebied. Maar om in de toekomst, door klimaatverandering, nog meer water te kunnen bergen, ondanks dat er al grote stappen zijn gezet, is er meer nodig. Kijk ook naar de hevige regenval van de afgelopen periode. Om extra waterberging in de onlanden te kunnen realiseren, is een wijziging van het geldende bestemmingsplan nodig in het gebied. Omdat de onlanden meerdere gemeenten doorkruist, hebben gemeenten en de waterschap en de provincies afgesproken dat de provincie bevoegd gezag is voor de wijziging en het ruimtelijk mogelijk maken van extra waterberging.
De procedure die we hiervoor willen volgen is een projectbesluit onder de nieuwe omgevingswet. De procedure start met een besluit van gedeputeerde staten over de toelichting van het projectbesluit en de milieueffectrapportage. In deze toelichting vindt u de informatie over de onderzoeken en de milieueffectrapportage die uitgevoerd zullen worden. En het doorlopen van het participatieproces voor het projectbesluit. De toelichting ligt 8 weken ter inzage. In deze periode kunt u een reactie geven op deze plannen aan gedeputeerde staten. Dus heeft u goede ideeën, oplossingrichtingen, koppelkansen, maar ook andere ideeën. Alles is welkom. De provincie zorgt samen met het waterschap dat u antwoord krijgt op al die reacties die u ons toestuurt. En we gaan natuurlijk kijken welke reacties we kunnen meenemen in onze vervolg van deze procedure. Ja, toelichting van gedeputeerde Henk Brink. Het waterschap en de provincie kiezen dus voor deze procedure, omdat die het gebied onderhandelen nu eenmaal meerdere gebieden doorkruist. Zij gaan het samen ruimtelijk mogelijk maken. Annette, hoe nu verder? Hoe gaat het nu procedureel verder? Nou, 8 maart heeft de GS ingestemd met het projectbesluit onder de nieuwe omgevingswet. En de eerste stap is de eerste stap in het proces. Ja, en wij zijn daar als initiatiefnemer natuurlijk blij mee dat ja, dat gebeurd zeker. Is. Dat we verder kunnen. Dan kunnen we verder. Ja. Ja. Marieke, nog even terug naar jou over de onderzoeken. Die zijn ook al ter sprake gekomen met de vragen van de kijkers. Er is nog heel veel onderzoek nodig voordat je het plan kunt uitvoeren. Hoe gaat dat verder? Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, klopt. We gaan die onderzoeken uitvoeren. Die maken onderdeel uit van de procedure. We hebben de scope hebben we nu goed voor ogen. Hè. We hebben ongeveer een beeld van de maatregelen die we willen treffen. Maar er zal eerst een verkenningsperiode volgen, waarin we ook kijken of er nog andere oplossingsrichtingen zijn. Op het einde van die verkenningsperiode weten we met welke oplossingsrichtingen we de onderzoeksfase ingaan. En dan starten we met een milieueffectrapportage. Dus dan gaat het onderzoek plaatsvinden naar de effecten. De effecten op ecologie hebben we al aan bod gehad. Maar ook voor andere onderwerpen, dus ook op de landbouw zullen we kijken naar wat de effecten zijn. De woon- en de leefomgeving, bodem, landschap, cultuur, historie, archeologie. Nou, al die aspecten die komen aan bod in het onderzoek naar de milieueffecten. Ja, het leeft ook echt bij de mensen, hè? Want het zijn ook precies die onderwerpen die je nu net noemt, die we nu niet ten volle kunnen uitdiscussiëren, omdat het onderzoek nog moet plaatsvinden. Maar daar gaat het dus wel over, ook bij de kijkers. Dus het zal nauwlettend worden gevolgd, verwacht ik. Meer informatie? Meer informatie is ook te vinden in de toelichting. Ja. Wou je daar naartoe? Ja, daar wilde ik naartoe. Ja, sorry. Ga door. Ja. Nee, ga je gang hoor, want die toelichting ligt ter inzage. Dus daar staat vast heel veel meer in. Wat houdt die toelichting precies in? Wat staat daarin? Kunnen mensen daarin lezen? De toelichting heet formeel de toelichting op het projectbesluit en op de milieueffectrapportage. En het is een document wat beschrijft wat het plan is. Dus het plan wordt erin toegelicht. Datgene wat we gaan doen in de onderzoeken wordt erin toegelicht. De stappen in de procedure om te komen tot de besluitvorming staat erin toegelicht. En datgene wat we gaan doen ten aanzien van participatie. Dus het is een mooi achtergronddocument. En ik zou zeker de mensen aanraden, als ze meer willen weten, om dat document te gaan bekijken. Ja. En voor alle helderheid is het zo, je had het over een verkenningsfase. Daar zitten we dus nu middenin. We roepen dus nu mensen op om te reageren en een vraag te stellen en hun aanvullingen te doen. Met hun kennis en ervaring ook uit het gebied. Dat is basis om verder de MER op te starten. Begrijp ik goed, hè? Ja, we nodigen mensen uit om te reageren. Sowieso omdat we graag horen wat er bij de mensen leeft. Ze kunnen verschillende reacties indienen. Ze mogen hun zorgen uiten. Mensen kunnen aangeven welke effecten wat hun betreft van belang zijn, waar we naar moeten kijken. Maar het kan ook zijn dat er oplossingsrichtingen die wij nu nog niet in beeld hebben, dat die aangedragen gaan worden. Of misschien wat we zo mooi noemen een koppelkans. Als er mogelijkheden zijn om bepaalde zaken te realiseren die niet direct aan de waterberging zijn gerelateerd, maar die je wel tegelijkertijd zou kunnen uitvoeren, dan horen we dat graag. En dat is nu de fase in de periode, wat Henk Brink in het filmpje aangaf. In de komende 8 weken ligt de toelichting ter inzage.
En kunnen mensen reageren. Ja. Ja. Hoe worden de mensen verder geïnformeerd over dit project? Deze livestream is daarvan de aftrap. Maar we gaan ook het gebied in. Klopt, ja. Wat gaan we doen? We starten met een aantal informatiebijeenkomsten. Ze staan genoemd in beeld. Ja. Op een drietal locaties. Op 29 maart, op 5 april en op 7 april zijn er in het gebied informatiebijeenkomsten. Nou, dat doen we in de avond tussen 8 en 10 uur 's avonds. Informatief. We gaan eigenlijk nog dieper in op het plan, op de procedure, dan dat wij het hier aan tafel doen. Dus we nemen er daar net even iets meer tijd voor. Het is informatief, wij lichten dat toe. En daarnaast is er alle ruimte voor mensen om vragen te stellen. Nou, dat zijn drie informatiebijeenkomsten. Daarnaast hebben we nog digitale spreekuren, die staan ook genoemd. Daar kunnen de mensen zich voor aanmelden. Dus als mensen graag met ons verder in gesprek willen, dan is dat mogelijk op die digitale spreekuren. Ja. Okay. En als mensen daar meer over willen weten, dan kunt u dat vinden op de website van het waterschap noorderzeilvest.nl. Dan doet u een slash en dan kiest u voor optimalisatie onlanden. En dan gaat u dat vinden. En als de plannen nog wat concreter worden, dan zijn we wat verder in het proces. Maar dan vinden er waarschijnlijk ook nog keukentafelgesprekken plaats. Hè? Precies, ja. Ja. Dus, en individuele afstemming waar dat nodig is met mensen die hun inbreng hebben getoond. Okay, ja. Helemaal goed. Ik ga toch nog even een aantal vragen van kijkers beantwoorden. En daarvoor heb ik het panel thuis ook weer nodig. Even kijken, ietsje naar beneden regie, want daar was ik gebleven. Die extra berging, Gerard Zeemans, is die ook te realiseren zonder regelbare stuwen? Daar is Gerard. Ja, dankjewel. Hendrie, misschien nog even goed om te zeggen, het kaartje waar de livestream mee begon, die droge voeten maatregelen. Dat is een pakket van een aantal maatregelen die we nodig hebben om onze boezem goed onder controle te houden. Als we die stuwen niet plaatsen, betekent het eigenlijk heel eenvoudig dat we geen extra waterberging kunnen realiseren. Want dan staat de onlander gewoon rechtstreeks in verbinding met ons boezemsysteem. En het is juist de bedoeling om die stuwen omhoog te trekken en daar vervolgens die beoogde 5,2 miljoen kuub te realiseren. Omdat we daarmee tijdelijk onze boezem ontlasten en dus meer controle hebben over ons systeem. Oké, okay, dankjewel. Ik blijf nog heel even bij jou, Gerard. Er is al eerder even een vraag gesteld over wat we doen tijdens de broedtijd. Doen we dan ook iets met het maaibeleid van het waterschap in combinatie met het waterbeheer? Ligt ook even naast dit onderwerp, maar zoals ik al zei, er komen wat vragen binnen die mensen ook interesseren. Daar geven we toch graag even de ruimte voor. Gerard, dat maaibeleid, hoe gaan we daarmee om? Nou, misschien even voor de helderheid. In principe is het maaibeleid binnen de onlanden, dat hoort bij de terreinbeherende organisaties, in dit geval Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Dus wij bemoeien ons niet rechtstreeks met maaibeheer. Met uitzondering van de kaders die om het gebied heen liggen, daar bemoeien wij ons wel mee. Want die kaders hebben duidelijk een functie voor veiligheid. Dus daar hebben we alle belang bij, die kaders in een goede staat blijven. Dat is eigenlijk het onderscheid wat we moeten maken. Ja, en je richt je antwoord duidelijk op het gebied onlanden. Dat is ook terecht, hè? En Marieke heeft al aan tafel al even iets gezegd over dat de broedperiode natuurlijk ook onderdeel uitmaakt van die milieueffectrapportage. Ik kijk even naar Just of jij daar nog op wilt aanvullen. Nou, dat we in de milieueffectrapportage gaan we in dat kijken naar de effecten die het verder bergen van water kunnen hebben op soorten in het gebied en op habitats. En ik kan bijvoorbeeld de compartimentering die is voorgesteld in een variant, die kan daar andere effecten op hebben dan de oorspronkelijke, dan het andere alternatief. En op die manier kunnen we dus ook heel goed in beeld brengen van nee, waar zitten nou de effecten en zijn er misschien ook mitigerende maatregelen nodig om die effecten te voorkomen. Nou, wat die mitigerende maatregelen dan kunnen zijn, dat kunnen we dan weer uitwerken aan de hand van waar die effecten mogelijk te verwachten zijn en bijvoorbeeld ook in welk seizoen. Oké, okay, dankjewel Just voor die aanvulling. Marieke, jij hebt het nog even gehad in jouw toelichting over
alternatieve oplossingsrichtingen. Maar met dit project is er toch eigenlijk een afkadering afgesproken. Of gaan we daarmee aan de slag binnen de onlanden? Of bedoel je daar ook eigenlijk mee, wat Annette probeerde aan te geven, dat we naast deze extra waterberging niet klaar zijn met klimaat klaarraken? Even nadenken, hoe zou ik dit dat zeggen? Mag. Ja, precies, dat precies. Ja, ik heb het gehad over oplossingsrichtingen. En wat we nu aangeven is, we vragen mensen om te reageren. Kijk, wij hebben een plan voor ogen. En wat Just eigenlijk net noemde, hè, we hebben een oorspronkelijk plan en we hebben compartimentering. Dat zijn eigenlijk alternatieven die we naast elkaar gaan zetten, die onderzocht worden in die MER. Maar mogelijk zien mensen of bepaalde belangenorganisaties oplossingsrichtingen die wij nu niet benoemd hebben. Ja, dat bedoel je. Oké. Okay. Ja, goed, ja. Om dat nog even te duiden. Ja. Dat je het vooral hebt over dat wat in het gebied mogelijk aan kennis zit en ervaring zit, ja, wat wij mogelijk niet weten, dat zou nog tot alternatieve oplossingsrichtingen kunnen leiden. Dat horen we heel graag. Ja, ja, dus precies. We roepen de mensen op om daarover om ons dat te laten weten. Met name natuurlijk de belangenorganisaties die het gebied goed kennen. Die hebben daar ideeën bij, die spreken we ook. Dus in het lijstje met de informatiebijeenkomsten die we net hadden, daar kan ik nog eentje aan toevoegen. En dat is dat we ook komende donderdag zitten we met de belangenorganisaties aan tafel. Ja. Ja, precies. En we zijn op zoek naar, zijn er andere oplossingsrichtingen, dan horen we die graag. Dan kunnen die ingebracht worden. En die oplossingsrichtingen toetsen we die dan wel aan een aantal uitgangspunten waar we naar kijken binnen de grenzen die we nu met elkaar aan het aftasten zijn? Ja, dat klopt. Dat klopt. Die staan allemaal benoemd ook in die toelichting, in dat toelichtingsdocument. Maar zeker geven een aantal uitgangspunten mee. Waar die ideeën wel aan moeten voldoen, willen wij ze ook goed kunnen bekijken in de verkenning en kunnen beoordelen tegen de alternatieven die we ook nu al hebben staan. En een aantal uitgangspunten zijn bijvoorbeeld, we zeggen wel, de maatregelen of de ideeën moeten wel binnen de huidige begrenzing liggen. We vragen wel om oplossingen die haalbaar en betaalbaar zijn. Zo zijn er een aantal uitgangspunten die we meegeven. Klaar kunnen zijn in 2025 is dat denk ik ook één, hè? Een hele belangrijke, precies. En het effect hebben, dat is misschien wat het allerbelangrijkste. Ze moeten natuurlijk effect hebben op die waterveiligheidssituatie. Ja, ja. Helder. Oké. Okay. Laatste paar vragen van de kijkers. Ik denk dat ik het antwoord wel weet, maar het is er eentje die toch mensen bezighoudt. Er wordt een vraag gesteld over de mogelijke realisatie van hoogwatervluchtplaatsen in het gebied voor de aanwezige fauna. Deze kijker zegt dat de beverpopulatie waarschijnlijk ook flink gaat uitbreiden. En deze vluchtplaatsen kunnen helpen bevers te verleiden en niet die kwetsbare kaders op te zoeken bij een hoge waterstand. Dat gegeven, met die vraag en met die zorg, Gerard, hoe kijk jij daarnaar? Vind je het erg, Hendrik, dat Just die vraag beantwoordt? Want die heeft er volgens mij net al iets over gezegd namelijk. Ja, hij ligt een beetje in het verlengde inderdaad van het onderzoek. Dat vind ik prima hoor. Just, wil jij erop aanvullen? Ja, dat vind ik ook prima, Henry en Gerard. Zo'n hoogwatervluchtplaats voor bevers. Ik kan me voorstellen dat dat zo'n mitigerende maatregel is die we kunnen treffen om negatieve effecten die we anders zouden zien toch te voorkomen. En ik kan me ook voorstellen dat het onderdeel is van een alternatief wat iemand inbrengt. Om verder te gaan onderzoeken en te verkennen wat daar de positieve, maar ook de negatieve effecten van kunnen zijn. Ja, dit is dus een van die aspecten die we nu al horen, waar we ook aandacht voor moeten hebben. Dankjewel, Just. En dan een hele andere vraag. We hebben het nog helemaal niet over geld gehad, wat dit zou moeten kosten. Mogelijk. We weten natuurlijk nog niet precies hoeveel dat zal zijn. Maar een van de kijkers vraagt, is de onlanden als gebied voor extra waterberg niet gekozen vanwege die financiën, in plaats van dat het omdat het in de onlanden op korte termijn te realiseren is? Nee, dat is zeker niet de reden. Maar
Wat betreft die financiën. Nou, wat hierachter zit, is wel wat helemaal aan het begin in het verhaal van Annette al even aan of ter sprake kwam. Dat is dat de onlanden op een heel laag punt in de provincie liggen. En dat maakt dat de onlanden wel een hele effectieve maatregel is in dat hele pakket van maatregelen, van die droogvoetenmaatregelen. Dus dat, het speelt zeker mee, maar het is meer in dan de keuze dat het een hele effectieve maatregel is. Je kan dus veel extra water bergen. Ja, ik zou niet zeggen dat dat doorslaggevend is. Nee, maar het is ook niet zo dat het gratis is. Absoluut niet. Nee. Wil je weten? Ja, de kosten. Ja, ik wil wel iets weten over de raming die we nu in gedachten hebben. Zonder dat we daar een groot plakkaat op zetten van dat is het en meer wordt het niet. Nee, precies. Er is een budget gereserveerd van 7,5 miljoen euro. De precieze kosten die zullen we pas kunnen berekenen op het moment dat we exact weten welke maatregelen we moeten gaan treffen. Nou is het wel zo dat het budget een aantal jaar geleden gereserveerd is. En we hebben afgelopen jaar een nieuwe kostencalculatie laten uitvoeren. Daaruit blijkt dat we richting de 10 miljoen gaan. Dus dat is een beetje orde grootte waar we aan moeten denken. Nog niet alle maatregelen zitten daarin. Op het moment dat we de onderzoek hebben uitgevoerd en we hebben kunnen vaststellen wat we exact gaan doen, gaan we de kostencalculatie opnieuw laten uitvoeren. Dan zullen we het precies weten. Dan weten we beter waar we aan toe zijn. Ja. Dankjewel voor nu. We gaan nog even kijken naar de procedure en de ter inzage liggen. We hebben dat al even aan tafel besproken. Maar het is goed om dat nog even op een rijtje te zetten. Het gaat over de toelichting projectbesluit en de milieueffectrapportage. Dat stuk ligt ter inzage vanaf vrijdag 11 maart jongstleden tot en met 5 mei. En dat staat dan op officiëlebekendmakingen.nl. Daar kunt u het hele verhaal vinden. En in deze periode kan iedereen die dat wil dus een reactie indienen. We zijn heel blij met alles wat u van het gebied weet, wat van waarde kan zijn voor de realisatie van deze extra waterberging, om dat zo goed mogelijk te kunnen doen in combinatie met de natuurfunctie die we daar zien. Omdat de provincie Drenthe het bevoegde gezag is, mag die reactie naar gedeputeerde staten van de provincie Drenthe, en dat mag per mail naar het mailadres wat u in beeld ziet, post@drenthe.nl, onder vermelding van de reactie optimalisatie waterberging de onlanden. En het mag ook gewoon per post, zoals we dat ook al heel lang gewend zijn, gedeputeerde staten naar de postbus in Assen. Ik kan het net niet helemaal afmaken, omdat ik het postbusnummer niet meer zien, maar u heeft het waarschijnlijk net kunnen zien. Postbus 122 9400 AC in Assen. Dat voor wat betreft de herinzageperiode. Er komt nog een financiële vraag binnen. En die luidt: betalen de aangrenzende waterschappen en bijvoorbeeld Groningen Stad ook naar dit project en naar deze ingrepen in het gebied? Doen we het alleen of doen we het samen? Ik kijk even om me heen wie deze vraag zou kunnen beantwoorden. Ja, nee, de waterschappen hebben als taak om te zorgen dat we die waterberging realiseren. En wij gaan dat doen. Maar we moeten dat samen met anderen doen. En daar hebben we dus ook het andere partijen voor nodig. Maar uiteindelijk het krediet voor deze waterberging zal aangevraagd worden bij ons algemeen bestuur. Ja. Arne, wil jij er nog iets op aanvullen? Volgens mij is het net prima verwoord inderdaad. Het is onze taak, dus wij staan ervoor. Maar we zoeken wel naar financieringsmogelijkheden bij derden. Dat is inderdaad waar net het volgens mij net ook verwoord heeft. Helder, dan is dat luid en duidelijk en uitstekend verwoord. Dank jullie wel. Annette, de informatieavonden die deze en volgende week gaan plaatsvinden. Planning, procedure, maatregelen komen dan nog verder aan de orde, hè? Ja, zeker. Ja, en ik wil toch eigenlijk de oproep van Marieke hier bij herhalen. We zijn gestart, hè, de eerste stap in de projectprocedure. Dat heet participatie. De livestream is eigenlijk een beetje de aftrap daarvoor. We krijgen nu die avonden en het is heel goed dat mensen komen met hun ideeën en hun bezwaren en komen om erover te praten. Want we hebben uiteraard wel kaders waarbinnen we moeten acteren, maar met elkaar kunnen we wel het plan beter maken. En het mooie is als we nou deze participatieprocedure
afronden dat we zeggen, nou, er zijn echt een paar nieuwe ideeën gekomen, een paar nieuwe inzichten van, want de mensen uit de buurt weten gewoon ook vaak dingen gewoon heel goed. Of mensen met een specifieke kennis kunnen soms een nieuw idee inbrengen. Dus het is de insteek dat we aan het eind van deze participatieperiode kunnen zeggen, we hebben nu een plan liggen. Wat echt beter is dan wat we in het begin hadden bedacht. Dus daar is deze dit deel van de procedure, daar is dit voor. Ja. Dus ik hoop echt dat er veel belangstelling is en dat er veel respons komt. Dat merk ik ook aan het soort vragen wat gesteld worden, dat het ook echt leeft. Ja. En dat mensen hier veel belangstelling voor hebben, dat is bemoedigend. Dus wij zeggen aan deze tafel en ook met onze collega's in het panel, dat we u heel graag terugzien op een van die informatiebijeenkomsten. Als u hier verder over door wilt praten, met ook de kaart op tafel, met alles wat u bezighoudt rondom dit prachtige gebied. Annette en Marieke, hartelijk dank voor jullie toelichting aan deze tafel. Alle vragen van de kijkers zijn ook beantwoord. Dus ook dank aan het panel thuis voor het beantwoorden van die vragen. Hopelijk heeft deze livestream duidelijk gemaakt waarom wij van plan zijn deze extra waterberging in de onlanden te realiseren. We hebben heel veel vragen vanavond daarover al kunnen behandelen. En nogmaals, we praten heel graag met u door tijdens een van de informatieavonden in de komende tijd. Als er nog wel vragen leven, mail die dan naar optimalisatieonlanden@noorderzeilvest.nl. Dan zullen we die vragen zo snel mogelijk proberen te beantwoorden en nemen contact met u op. Als u ons mailt, geef er dan wel even bij aan of u wilt dat we even terugbellen of dat we een mailtje terugsturen. Of dat er zelfs even een afspraak gemaakt moet worden voor het digitale spreekuur. Als het even kan, is onze servicenorm dat we al die vragen, nadat ze gesteld zijn, binnen 2 weken zijn beantwoord. Als er nog vragen zijn over de procedure, dan kunnen die gesteld worden aan de provincie Drenthe. Dus bel dan even met de provincie via 0592-365-555. 0592-365-555. Of via de post, u zag het mailadres al eerder, post@drenthe.nl. Zet er even bij dat het gaat over de extra waterberging, de onlanden. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze livestream met een uitgebreide toelichting en een gesprek aan tafel en ook via de WhatsApp met vragen van u als kijker over het plan om extra waterberging in de onlanden te realiseren. Wij danken u heel hartelijk voor uw belangstelling en zien u heel graag terug om hierover door te praten. Dank u wel, fijne avond nog.